Waarde stadgenoten. Ik zit hier in de prachtig aangepaste grote zaal van een van de leukste theaters van Den Haag, de Nieuwe Regentes. Gelukkig weer het grootste deel van de zomer open, met een intiem, verbindend, aangepast programma, dus kom langs. Maar helaas speelt het meeste theater zich momenteel buiten het theater af. Want de wereld gaat weer open en wat zijn we er blij mee. We staan letterlijk te dringen om weer te gaan leven na al die vreselijke opofferingen. Naar buiten, de winkelstraten in en consumeren maar. Want daar leven we voor. Dat geeft zin aan ons leven. Het vrezen en bidden is voorbij. Het virus lijkt verdwenen. De koopkoorts is terug. Spullen kopen, consumpties bestellen op de terrassen. De HEMA redden. We hebben het zo gemist. En ook dat heerlijke gevoel dat je weer met heel veel mensen op een veel te klein gebied kan zijn. Maar ja, die anderhalve meter, daar zijn de mensen klaar mee. Dus daarom wordt er nu ook gedemonstreerd met leuzen als weg met de anderhalve meter. Ik heb die agressie tegen Roel van Velzen nooit zo begrepen. Alleen al op grond van deze als humor bedoelde opmerking bestaat de kans dat deze column uit de archieven van Den Haag FM en YouTube zal worden verwijderd. Waarna andere heethoofden het standbeeld op ware grootte van de betreffende zanger in Madurodam zullen bekladden. Want we zijn weer open en dan vooral een hoop monden waar dezelfde lucht uitkomt als de heropende toiletten op de campings en de politieke riolen, maar daarover straks meer. Consumeren. Het is ook hard nodig, want we stevenen af op een recessie, dus dan moeten wij IKEA-taferelen toejuichen. Op de dag dat het Zweedse woonwarenhuis / puzzelgigant zijn ongetwijfeld met veel moeite in het lood gehangen deuren weer opende, stond er in Delft een wachtende rij consumenten tot aan Pijnakker Noord. Waarschijnlijk was dat toch die Zweedse touch, die losheid, die vrijheid, die zelfs de Zweedse virologen nastreefden. Het resultaat is inmiddels bekend. Er liggen in dat land momenteel heel veel senioren gestrekt met de Zweedse balletjes in de lucht. Het zou mij niet verbazen als de meubelgigant ook hier zijn voordeel mee doet en binnenkort doe-het-zelf kisten op de markt brengt onder sprekende namen als de magere Heno of speciaal voor de Nederlandse markt de Kees Kist. Dat was vroeger een beroemde voetballer, Kees Kist, een van de weinige historische figuren waarvoor de regering nog niet gevraagd is om zijn excuses aan te bieden. Want we zijn open en het kabinet en het RIVM hebben niet meer het alleenrecht om te bepalen wat we moeten doen. Onze premier, inmiddels 10 jaar in functie, probeert moedig stand te houden en blijft herhalen, we moeten het met elkaar doen. Niet erg overtuigend van zo'n eeuwige vrijgezel, waar de geur van dampende seks niet bepaald vanaf walmt. Die seks is ook nog tegen de anderhalve meter regels, dus praktisch onmogelijk zou je zeggen, al komt hij uit de VVD en in die partij verzamelen zich, zoals bekend, de allergrootste lullen. Onze nieuwe burgemeester, Jan van Zanen, komt ook uit die partij. Dat zou je bijna vergeten, want de man heeft zeer atypisch voor de VVD een vlekkeloze reputatie en is alleen met politie en justitie in aanraking geweest in het kader van zijn functie als geliefd burgemeester in Amstelveen en Utrecht. Iedereen is dan ook blij met hem. De rode loper, misschien niet zijn kleur, ligt uit en de stad ligt voor hem open. Vooral ook dankzij de niet aflatende plannetjes van de dienst Stadsbeheer en aanverwante opbrekingen. Hij krijgt de vrije hand. Alleen Richard de Mos reageerde wat zuinigjes, maar die kan onmogelijk tegen volmachten zijn. Ik ben blij met deze ongetwijfeld tijdelijke harmonie, want na de politieke strijd rond burgemeester Femke Halsema kan ik maar één ding concluderen. De haat is weer terug in het openbare leven. En was het voordeel van het nadeel van de coronacrisis niet dat er meer begrip, eensgezindheid en solidariteit heerste? En ook de wil om deze kans aan te grijpen de wereld te verduurzamen en versneld afscheid te nemen van achterhaalde praktijken zoals grootschalige luchtvaart. Terwijl in Ypenburg gerouwd wordt om de geliefde zwaan Anton en zijn familie, wordt de KLM-zwaan met miljarden kunstmatig in het leven gehouden. In de politiek, zowel in de Tweede Kamer als in de gemeenteraad van Amsterdam, wordt er als vanouds gehakt en gebruld. Het jachtseizoen is geopend, ook op de talloze demonstranten die de herwonnen vrijheid benutten voor hun protesten. Van welke kleur en opinie ze ook zijn, iedereen krijgt van iedereen de volle laag. Wat dat betreft wordt er niet gediscrimineerd. Natuurlijk is de opwinding en het bijbehorende jargon ten dele geïmporteerd uit het inmiddels totaal gepolariseerde derde wereldland Amerika. Maar het is duidelijk dat de discriminatiediscussie een terecht en breed gedragen gevoel weerspiegelt. Daar horen ook de dikwijls potsierlijke pogingen bij
de geschiedenis te herschrijven, het verwijderen van sketches uit Fawlty Towers, etc. etc. De geschiedenis is om van te leren en om van commentaar te voorzien. En laten we bij al deze ernstige zaken niet vergeten, ook regelmatig om elkaar en om onszelf te lachen, want humor is het virus waarmee elke samenleving haar bedreigers kan bedwingen. En als je hier buiten in het openluchttheater om je heen kijkt, dan moet je toch lachen. Al was het alleen maar om niet te huilen. Jammer dat je er met zo'n mondkapje niet veel van ziet, maar in deze tijden is een binnenpretje ook heel wat waard. Hou jullie haags, wees voorzichtig, tot snel en blijf lachen. Na 1 september gaat ADO weer spelen, dus dat lachen, dat gaat zeker lukken.